Yo, dat tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is nog altijd je boy Timo en ik ben met Wessel en je boy Duco natuurlijk. We zijn bij Rebound en dat is niet zomaar, we zijn allemaal heel zenuwachtig. Want onze nieuwe Akon is er eindelijk. Het heeft lang geduurd en hij is echt super sick. Voor de mensen die niet weten wat een Akon is, dat is een Akon. En een Akon springt vet goed. En they ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it. Oké, dit is dus de nieuwe Akon. Hij is super groot. Dit is hem. En het is een Akon Air 16 Sport HD. En dat is dus best een goeie. Dat is goed hoor. Gewoon top tricks ga je hierop gooien. Dat denk ik, weet ik wel zeker. En voor de mensen die afvragen, Timo, hoe heb je dat betaald van je YouTube money? Nee, we krijgen geen geld! Rebound heeft hem dus gekocht. En wij gebruiken hem voor promo's om te laten zien wat Rebound eigenlijk is en wat je bij ons kunt doen. En daarom nemen we altijd een trampoline mee. Dus wil je ons een keertje meeten in Zwolle, dan kan dat natuurlijk. Dan moet je ons gewoon even volgen op Instagram. En Wessel ook en Judith ook. Judith heeft een Instagram. Maar Wessel en je boy Timo wel volgen op Instagram. Want dan laten we altijd weten waar we staan en waar we zijn. En de allereerste promo is 21 juli. 21 juli in de bioscoop in Zwolle. Bij de trappen. Ik weet niet hoe laat, maar dat laat ik op Instagram weten. Dus wil je ons dan komen meeten, dan kan dat natuurlijk zeker. Maar we gaan nu... Oh nee, ik ben helemaal niet. Ik ben op vakantie. Wil je hem Wessel nou meeten en Duco? Dan kan dat natuurlijk. Dus laten we gewoon naar die Akon gaan. Oké, we hebben hem voor nu eventjes opgebouwd in de hal. Want buiten moesten we hem gelijk weer afbouwen vandaag. Want het is best wel een werk, want hij past niet door de deur. Maar we hebben hem hier in Rebound staan. Super mooi plekje en je ziet hem al achter me. En Aiden, you can do a double back. Do it. Wow. Nu moet jij, doe een trucje, ga. Ik doe door. Snel. Hoi. Wow, ben je een eekhooi? Het is helemaal geen eekhoorn. Oh shit. Wow, wow Wessel, wow. Oké, dit is dus de hele mooie Akon en hij is echt super groot. En hij veert echt super goed. Je hebt net wat meer power dan normale trampoline, hij schiet je gewoon omhoog. Net meer. Ja. Wow. Wow, jij was hoog. Dit is de Akon, hij is lekker groot. En we gaan trucjes doen, want dat wil ik. Jij mag gewoon. We beginnen gewoon met een double back. Bijna, maar bijna is niet helemaal. Wow. Oh, ik zit daar! Het pakje aan hier. Hallo? Oké. Dit is een reclame. Even nog 15 seconden en dan is de reclame voorbij. Wilt u nou zo'n mooi t-shirt kopen? Koop hem op www.nike.twiggers.com. Link staat in de bio. We gaan voor bang bounce, double back. Eén keer bounce, double back. Zo easy! Dat kan je ook wel met gelijk. Double back. Durf je dat Wessel? Gewoon gelijk double back. Ik kan misschien wel stand en double back. Nee, denk ik niet. Eerst wel een paus. Dan kan je ook wel gelijk. Ja? Ja. Hey. Hallo? Amee, welkom bij mijn home tour. Dit is mijn home. Hier hebben we een net. En hier hebben we ook een net. En als jullie
je dan meelopen naar deze kamer, heb je hier gewoon nog een net. En als je nog eventjes meeloopt naar de andere kant, gewoon weer een net. En wat is dit dan? Dit is een doek. Daar kan je op springen en zonder doek heb je geen trampier. Ik zou jullie ook even gelijk de veren laten zien, want die zijn echt goed. Hieronder zijn de veren al en mijn trampolineveren zijn ongeveer zo. Ze zijn super klein. Deze zijn gewoon twee keer zo groot. Beetje sick. En ze zijn al lekker ingesprongen. Nog een keer. Maar het doet helemaal geen pijn. Want dit is een eken en dan doet het niks pijn. Oké, we gaan een challenge doen in de meeste coaches kan. Ja. Dat is sowieso één. Oh, wacht. Ik kwam niet bij de slotuitbeus. Nee, dat was hem. Oké, dan doe ik hem zo weer. Oké. 3. Oh, ik vind het ook heel leuk om te vloggen. Oh. Wessel vlogt voor het eerst. Ja, ik heb gewonnen. Nee, wat even veel. Nee. We gaan kijken wie het hoogst kan springen op de eco. Ja, vind je dit leuk? Ja. Sorry. Wij zijn vloggers. Wil je wel op YouTube zoeken, Twiggers? Ja. En zo knoeg mijn broer. Ja, zijn broer. Echt? Ja, hij is een stiefbroertje. Cool, hè? Wij zijn vloggers. Naar doe. Hoe heet jullie kanaal dan? Twiggers. Vlog met de ga. Ik kan het een keer steken. Ja? Leuk kanaal, hè? Moet je abonneren, hè? Wat vind jij daar nou van? Ik weet niet. De bal, de bal! Oh! Los! Op je bek, zag je die? Ja. Man! Kom, geef me die bro hug. Nou gek. Dat gaat nooit goed, dat gaat hartstikke fout. Dat gaat echt... Je kan hem aanraken als je met je piemel tikt. Oké, gaan we even poging op de triple full. Ik heb hem net gedaan. Ik vind hem eng, want ik ga zeg maar ver naar achter in plaats van hoog. Ik moet nog even oefenen aan mijn twisten. Met triple red ik wel. Wow! I feel them. Ik vind het moeilijk. Kijk, dubbel dan vind ik easy. Hier, aan 2,5 zelfs. Het laatste stukje triple lukt niet. Ook gewoon met 1 voet, hè. 1 voet. Oké, okay, Wessel gaat nog één keer zijn dubbel layout doen, want ik kan die op Insta zetten. Volg nou niet in te halen, volg me even. Dus kan je die ook even volgen en... Daarna zijn we er wel klaar mee, dan zetten we de eco neer. En als je bij Rebound hier komt springen, als ik er ben en ik ben heel lief, misschien mag je dan wel een keertje springen op de eco. En anders kan je ons altijd niet bij de promo's. Binnenkort in de bioscoop, dus als je daarbij wil zijn, kan je naar de bioscoop. Want we moeten dan een promo doen voor Incredibles 2 of 3. Incredibles 2 of 3? Incredibles 2. 2, dat zijn die familie, die Superman familie, die allemaal van die rare dingetjes kan. Daar gaan we reclame voor maken. Dus dat wordt ook leuk. Dus wil je het meet, kan je daarheen komen. Wow, die ging kapot slaan. Ja, denk je. Die ging minder goed. Oké, man.
mensen, ik ben weer thuis. En Wessel is wel naar het ziekenhuis geweest. Want thuis kwam hij erachter dat hij best wel veel zeer aan had. Dat is, heeft hij ook gedaan. En daar hebben ze een scan gemaakt van zijn rug en van zijn nek. En uiteindelijk bleek het alleen gekneusd te zijn. Gelukkig niet gebroken, want dan ben je veel langer van huis. Want dan moet ze het misschien opereren. En dan word je ook niet blij van. Dus dat hebben ze gedaan. En ze gaven mee, ook aan mij natuurlijk, dat we wel voorzichtig moeten zijn met wat we doen. Want het kan een keertje ernstig misgaan. En daar word je natuurlijk niet blij van. Dat geef ik ook aan jullie mee. Pas op met wat je doet. En denk twee keer na in plaats van één keer. Want anders ga je wegvallen en dat doet best wel veel zeer. Voor de rest moest Wessel rust houden, dat heeft hij ook gedaan. En nu zijn we een weekje verder en gaat het eigenlijk hartstikke goed. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video, even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker even op ons kanaal. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. It's caught in the crossfire.